Dit is ons land. In de seizoenen, door de tijd. Als je echt wilt weten hoe ons leven voortdurend verandert. Soms alledaags, soms heel bijzonder. Dan kijk je vanuit een spectaculair perspectief. In deze aflevering Oogst. Van keuterboer naar megastal. En van all you can eat terug naar de moestuin. ...17 miljoen mensen op een klein stukje aarde. Dit is Nederland van boven. We zijn al lang geen land meer van klompen, molens en kaas. Al houden we dat beeld op sommige plekken graag in stand. Nederland is een grootmacht op agrarisch gebied. Na de Verenigde Staten is ons land de grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld. Twee derde van alle grond in ons land bestaat uit boerenland. Meestal grootschalig opgezet en efficiënt ingericht. Maar we zien ook graag een kleine boer met een paar dansende koeien in de wei. In Nederland van boven, hoe kijken we aan tegen het boerenland en de herkomst van ons dagelijks voedsel? Uien onderweg naar Australië, Indonesië, Hongkong en Maleisië. Overal zijn onze uien te vinden. Maar de meeste gaan naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Paprika's, tomaten, komkommers. We exporteren voor 70 miljard aan agrarische producten. Miljarden eieren. We exporteren vrije uitloop-eieren naar Duitsland, maar importeren legbatterij-eieren uit hetzelfde land. Bier. Gebotteld en per schip getransporteerd naar de andere kant van de oceaan. Amerika is de grootste afnemer van ons gerstenat. Sojabonen, voor het vee en de voedingsindustrie. Na China zijn wij de grootste importeur van soja ter wereld. Het aantal hectare landbouwgrond is teruggelopen met 10%. Maar de afgelopen 30 jaar is het aantal boerenbedrijven gehalveerd. Steeds minder boeren die steeds meer produceren. Steeds efficiënter, steeds innovatiever.
Een precisieballet in het veld. Iedere kavel wordt optimaal benut. Zelfs als de grond niet altijd even geschikt lijkt. Ieder detail van het voedselproces wordt geperfectioneerd. En dat begint al bij de kiem. 1 kilo tomatenzaad afkomstig uit deze kas is meer waard dan 1 kilo goud. Hier wordt net zo lang gesleuteld en veredeld tot iedere tomaat, komkommer of paprika perfect van vorm is en van smaak. Goeie bloemen, prachtig in de kop. Ja, dus, de productie, die heb je gemeten? Ja, tot nu toe zitten we op 15 kilo de vierkante meter. Maar goed, het ziet er wel naar uit dat die gewoon richting de 65, 70 kilo de vierkante meter gaat. Ja, we staan hier bij de collectie veredelingslijnen. Dit is een enorme verzameling. Honderdduizenden zakjes zaad van geselecteerde planten. Planten met eigenschappen als vorm en smaak. Maar ook ziekteresistenties, droogtetoleranties. Dat alles wordt beproefd door ons, beschreven. Selecteren we de beste planten uit. Die ontwikkelen we door tot rassen. Rassen voor de Verenigde Staten, voor Mexico, Zuid-Amerika, Italië, voor het Midden-Oosten, Korea, Japan, ook gewoon voor Nederland. Dit zaad hebben we eigenlijk alles gecontroleerd waar we kunnen controleren. De genetica klopt. De grootte die klopt, fysiologisch klopt die, soortelijk gewicht klopt. En nu hebben we ook nog met de röntgenstraling, röntgenopnames op het kiempje gecontroleerd. Groot. Niet alleen zaden, tomaten of uien, maar ook in gras. Ons klimaat is bij uitstek geschikt voor het laten groeien van gras. Voor het makkelijk te onderhouden gazonnetje. Voor een nieuwe, perfecte grasmat. En vooral voor een uitgebalanceerd dieet.
Vroeger stonden hier koeien. Door de steeds verder toenemende efficiëntie en schaalvergroting maken koeien in de wei plaats voor voedselpakketten bestemd voor de stal. 1/3 van alle koeien ziet nooit groen gras. Over een paar jaar zal dat de helft zijn. Meer dan 400 koeien onder één dak. ...7500 varkens. ...200.000 kippen. Megastallen als antwoord op onze wens om ons voedsel zo goedkoop mogelijk te kunnen kopen in de supermarkt. De boer die zich op controversiële manier aanpast aan de wensen van de consument. Claudia heeft met haar man 180 koeien voor de productie van kaas. Haar koeien konden in het verleden wel naar buiten, maar nu staan ze bewust het hele jaar op stal. Zijn wij er heel goed in om een enorm hoog koecomfort te bieden. En als je het aan de koe vraagt, de koe houdt niet van zon, de koe houdt niet van regen en houdt niet van wind. Een koe kan heel slecht zweten, dus zeker op dit soort dagen als de zon schijnt, dan hebben ze het gewoon niet fijn in de wei. Er is veel te weinig schaduw. En als je de koe laat kiezen, kiest de koe wat voor haar het meest comfortabel is. Dat wij het voer allemaal van het land halen, kunnen wij een constantere kwaliteit ruwvoer bieden aan de koeien. Consumenten willen graag een constante kwaliteit. Als zij een stukje kaas kopen, dan zeggen ze, oh, doe mij die van vorige keer maar. Zij willen gewoon dezelfde smaak. En als je de koe in de wei laat lopen, dan heb je heel erg wisselingen in de melksamenstelling en dus ook in de kaassamenstelling. En dat geeft smaakverschillen. We volgen de weg van verse melk van het schap terug naar de boer. Dinsdag. 20 koelwagens met melk van de supermarkten terug naar het distributiecentrum. De blauwe stip. Maandag. Terug van het distributiecentrum naar de fabriek. De groene stip. De zuivelfabriek wordt 24 uur per dag 7 dagen per week bevoorraad. De witte stippen zijn ruim 800 boerderijen waar de melk vandaan komt. In bepaalde gebieden in ons land is het op zaterdag extra druk omdat er op zondag geen melk mag worden opgehaald.
Van de 1,6 miljoen liter die in deze regio per dag wordt opgehaald, gaat 800.000 liter via de fabriek naar de schappen van de supermarkt. De melk die je op dinsdag drinkt, werd uiterlijk zaterdag gemolken. Kinderen uit de stad hebben vaak geen idee meer waar ons voedsel vandaan komt. Maar wat weten wij eigenlijk van ons voedsel, nu het steeds vaker in een pakje zit? De tegenstelling tussen stad en platteland wordt groter. Wat willen we wel zien en wat niet? Het houden van een paard was in de jaren 90 een ware hype. Nu krijgt paardenslager Jan iedere week 15 tot 20 paarden aangeboden. Vaak omdat het stallen en het verzorgen van het paard te duur is geworden. Ik ben meer paardenliefhebber dan slachter. Ik ben een paardenman. Je kunt met de beesten omgaan, je stelt ze op de gemak. Kom met papa mee naar binnen toe. Huppakee, klaar. Aatje of het bolletje, plof en die ligt. Klaar. Ik heb duizenden paarden geschoten, nooit één keer met plezier. Ik blijf het ook rotwerk vinden. Er ligt hier een tankwagen vol tranen op het terrein. Maar daar kan ik ook mee omgaan en ik kan het ook super goed begrijpen dat ze de moeite mee hebben om afscheid te nemen van hun lievelingsdier. Ja, het paard is een huisdier geworden. Een koe, een varken, een schaap en een kalf, daar heeft niemand het over. Ja, maar een paard en een veulentje is natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Dat vindt ook iedereen zielig. Zeker bij grote, arme gezinnen was het eten van paardenvlees heel normaal. Nu leidt het verwerken en het eten daarvan tot grote commotie. Maar juist door een schandaal in het voorjaar van 2013, waarbij Frans paardenvlees verwerkt werd in rundvleesproducten, is de consumptie van paardenvlees weer toegenomen. Verwarring over wat we eten en waar het vandaan komt. Is het een tegenstelling tussen de stad en het platteland? Komt het doordat we niet meer weten wat er allemaal in ons voedsel zit? Of verandert ons beeld over de boer en ons voedsel continu? In de jaren 50 werd een keuterboertje gezien als een hopeloos ouderwets verschijnsel.
dat niet meer paste in het beeld van de moderne maatschappij. Boeren moesten na de oorlog vooral veel en goedkoop produceren, opdat we nooit meer honger hoeven lijden. In de jaren 50 naar All You Can Eat nu. In dit mega-restaurant komen op een gemiddelde zaterdag zomaar 1500 mensen om zich te goed te doen aan alles wat je maar kan verzinnen op het gebied van eten en drinken. Wokrestaurants zijn er ooit mee begonnen, maar inmiddels zijn ook oer-Hollandse snackbars overgegaan op het succesvolle All You Can Eat concept. De consument, de boer, de burger en de natuurliefhebber hebben allemaal verschillende wensen en belangen die regelmatig met elkaar botsen. Drenthe. Vroeger was dit het land van boeren met kleine lapjes grond. Nu komen boeren uit het hele land hier naartoe vanwege de grootschaligheid. Zo niet boer Harm. Harm is hier geboren en getogen. Als reactie op een veranderende wereld om hem heen heeft hij in het bos een stuk veen verstopt waar hij oude graansoorten en vergeten groenten verbouwt. Haver voor de paarden en havermout. Tarwe voor de tarwebrood. Gerst voor de bier- en jeneverstokerijen en bierbrouwerijen. Maïs voor veevoering en voor papkorn. Zonnebloem voor de habbejierzout en voor vogelvoer. Dan hebben we hier korenbloemen,
Blauwe bloemen noemen ze dat vroeger. Als onkruid. Mijn ouders en grootouders die liepen in de racht blauwe bloemen plukken, zeiden ze dan. En ik ga het zaaien om het te laten zien. Ik vind het mooi. En dat helpt ook niks, die vogelverschrikkers. 1 à 2 dagen en dan is het helemaal aflopen. Wij nou hoorden, dat is de buurman, de nieuwe buurman, die kwam uit Aalst, uit Gelderland. Die had hier grond op kacht en die had door zijn boerderij, dat werd natuurgebied zijn land. Maar die man die komt met een grote machine, die had misschien wel 10, 12 meter hooimachine dracht en ik een van 3 meter. En die had er een trekker voor misschien 100, 150 pk en ik een van 28 pk. Die vindt dat die 54 is. Als je een 6-rijen machine koopt, dan 2-rijen rooien, zelfrijdend, moet je ook grote kippers hebben, moet je grote trekkers hebben, moet je grote schuren hebben. En moet je groot geweten hebben ook, om daar aan te durven. Een boer is ook het belangrijkste beroep in de wereld, hè. Maar als er geen boeren waren, we er ook geen voedsel meer, hè. Ja. Een nostalgisch lapje boerengrond tussen efficiënt ingerichte percelen. Op het platteland, maar ook in de stad. Op steeds meer braakliggende terreinen ontstaan er stadstuinen. Zoals hier op de Mullerpier in Rotterdam. De bewoners verbouwen er werkelijk van alles. Van sla en radijsjes tot kersen en pruimen. Niet alleen vanwege het echte en pure voedsel, maar ook om weer een beetje zelfvoorzienend te zijn. Is dat nu een hype vanwege de crisis of vanwege alle voedselschandalen? Of zijn we echt op weg naar een gezonde, nieuwe levensstijl. De boer is in de afgelopen 60 jaar veranderd. Maar ook de consument is wispelturig. De boer bouwt nog groter om te voorzien in snel, goedkoop en gemak. De stedeling
gaat vaker zelf verbouwen. Kleinschalig en bewust. Zijn het twee werelden die steeds verder uit elkaar groeien of uiteindelijk toch samenkomen? Thank you for watching this video. I really hope you liked it. If so, you can watch the next episode right here. Or check out one of the other great travel series on this channel. And don't forget to subscribe to get an update on our new series.